We willen eigenlijk heel graag weten hoe het ging op de grote markt. Ja, je zit toch pas vanavond teruggekomen? Oh, natuurlijk. Jongens, jullie gaan nooit geloven wat er gebeurd is. Kom mee, naar de woonzimmer. Nee! Max heeft heel veel honger. Ik hoor zijn maag tot hier. Oh, nou, dan vertel ik het wel in de keuken. Oké, jongens, jullie gaan nooit geloven wat ik heb. Ja? Is dat alles? Het gaat om wat erin zit, Moritz. Oké. Ik houd jullie niet meer langer in spanning. Wauw, Moody. Zoveel geld verdien je niet eens in een jaar. Maar zoveel heb je toch niet verkocht? Beter gezegd, ik heb bijna helemaal niks verkocht. Ze heeft vast de bank beroofd, Moritz. Natuurlijk niet. Ik vertel jullie het hele verhaal. Zoals jullie weten, kreeg ik vanochtend aan de grote macht. Maar wat jullie niet weten, is het dat het achter de bergen heel anders is dan bij ons. Doet iedereen zijn best om goed op te vangen. Ik zette de schmetterlingenbeam in machtstand. En toen was het tijd om te verkopen. Ik ken een hele goeie man met een man. Moet je daar kijken, Markie? Volgens mij is het daar. Ik ken een hele goeie man. Maar iedereen rende mijn kraam voorbij. Het was net alsof iemand de aandacht van iedereen wegnam. Wat is dit? Ik sta hier. Sorry mevrouwtje, ik doe alleen maar wat de baas me zegt. Nou, dat was ook zo. Wat? Ik ken geen. Zogenaamde verkopers, genaamd Niek en Riek, hadden het goed voor elkaar. Dames en heren, nu is het tijd. Bedankt voor het wachten. U krijgt geen spijt. Brenger van schatten en andere waren. De persoon die elk klusje kan klaren. Geef hem 10 cent en vertrek met 1 ton. Hier is hij dan. Niek Nelson! Hallo! Next time! Yeah!
geloven, maar het is alweer de 10e editie van... Nikkerikkie! Grote prijzen voor een prikkie! Niksters? Ja, zeker. Hij is er vandaag weer bij. Ricky! Ja! Hey! En volgens traditie beginnen we natuurlijk met een vrijwillige donatie aan Klutsen met Mutsen. Wauw. Maar de echte schat zit in de tassen en jassen, Rick. Het werd al snel duidelijk dat hun plannen alles behalve goed waren. Terwijl Rick aan het rondlopen is, werpen ze een blik op wat er allemaal is. Zakkengollig! Nu we ons donatierondje hebben gedaan, kunnen jullie bijna in gaan slaan. Gek, het wordt kassa vandaag. We hebben meer kristallen nodig. Komt goed, Nick. Ik besloot om zelf op onderzoek uit te gaan. Waar ik toen achter kwam, gaan jullie nooit geloven. Ik wist het wel. Jullie zijn oplichters. Ik geef jullie aan bij de politie. Wacht. U heeft gelijk, maar dit is alles wat ik heb. En dus? Nou, ik wil een deal met u sluiten. U belooft me dat u ons geheim aan niemand doorvertelt. Ik meen het, we komen erachter als u het wel doet. In ruil daarvoor... En... Ik deed net echt alsof ik het niet aannam... Maar eigenlijk gaf ik hem een koekje van eigen deeg. En het geld nam ik mee. Dat kon ik natuurlijk niet laten liggen. Wat een verhaal. Het einde had ik nooit van je verwacht, Moetie. Op een goede manier natuurlijk. Maar die boeven zeiden toch dat je hun geheim aan iemand mocht vertellen. Och, Max. Alsof we die ooit nog terug gaan zien. En we kunnen dit geld goed gebruiken. Om het te vieren ga ik lekker naar de bakker om wat koekjes te halen. Ja, lekker! Maar eerst moet ik even naar de woonkamer. Nee! Max zoekt nog iets! Ik heb hier helemaal geen zin in. Oh, kom op, Max. Zo erg is het niet om naar de bakker te gaan. We zijn er nog goed vanaf gekomen. En besef wat we allemaal kunnen doen met dit geld. Ach, spreek voor jezelf. Hé, hey, hallo jongens. Hallo meester Lampel. Zeg, wat hebben jullie daar? Een zak vol geld. Oh, goed oppasje dan, hè. Er is laatst bij mij gestolen. Dat waren wij, meneer. Mika! Ja? Als verrassing heb ik je favoriete koekjes meegenomen. Maar die vind ik helemaal niet lekker. Ik wil ze wel hebben. Loop door, Max. Hey, het zijn Max en Moritz. Hey, hallo. Wat zit er in die zak, Moritz? Iets wat jullie niet hebben. Hey. Moritz en ik hebben een cadeautje voor jullie allemaal. Dit ga je niet menen. Een zak vol geld. Oh. We hebben meer dan genoeg, dus jullie mogen allemaal wat pakken. Wat? Ja. Voor mij. Max, wat doe je? Als we iedereen nu wat geld geven, is de kans kleiner dat ze gaan stelen. Hoef jij niks te hebben, Nicky? Oh nee hoor, ik heb zelf al genoeg geld. Stop! Geef maar hier die zak, straks is er niets meer voor ons. De zak is al leeg. Wat? Er zit niks meer in. Oh jee. Ha, lekker voor jullie. Bedankt voor jullie cadeautje, vrienden. Wacht. Mika! Alsjeblieft, we hebben echt wat geld nodig voor de bakker. Oh, in dat geval geef ik jullie in dat geval geef ik jullie mijn medelijden. En verder niets. Doei. Ouch. Eén muntje dan. Eén muntje! Bedankt, Max, jij koekoek. Maar het is ons geluksmuntje. Ons enige muntje. Dit muntje gaat ons van al onze problemen helpen. Max, soms begrijp ik je echt niet. Maar prima, hou jij maar dit nutteloze ding. Geluksmuntje! Maar hoe gaan we zonder geld aan onze boodschappen komen? Toch in te breken? Oké. Maar wat als bakker Krumel ons pakt? We wachten tot de afleiding komt. Oké, dat werkt dus niet. Hey.
die munt is hartstikke smerig en je... Het is niet te geloven. De blink doet zijn ding. En het is ook nog eens een echte kletstante. Geen tijd te verliezen. Hallo, Herr Krummel. Hallo, mevrouw Beuk. Wat mag het vandaag zijn? Nou, ik kan het nooit geloven, maar die man van mij wil een boodschappenje doen vandaag. Maar jij weet, ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik moet naar het winkeltje op de hoek. We kunnen de straat kleren maken, kleren wassen. Ja, zo gaat het elke dag, hè? Ja, wil ik even winkelen? Ik zat de hele dag rijden in die winkel. Maar ja, kijk, toch in de reis hebben die winkelen. Ja, zo gaat dat dan eenmaal. Zou u ook gedaan hebben, toch, meneer Krummel? Meneer Krummel? Hallo? Max, we moeten naar binnen via de schoorsteen. Het is wel heel diep. Zon in de gang! Kom ik voor het! Hallo? Is daar iemand? Schrik! Wat is er? Er zijn spoken in de bakkerij. Ah, weer een goed excuus om niet te werken, hè? Nee, echt, je moet komen kijken. Nou, alles wat ik zie zijn twee prachtige broden die nog gebakken moeten worden. Doe je werk. Het zijn inderdaad schitterende broden. Daar moet ik meer van maken. Oké, we zoeken iets lekkers voor Moetie en wegwezen hier. Hallo, graanlevering. Dag meneer de boer. Alles goed met u? Ja hoor, maar met die broer van me gaat het slecht. Hij gelooft ineens in spoken. Wat? Spoken? Waar? Ach, José ook al. Zet die zak nou maar in het magazijn. Oké. Deze koekjes vindt Moetie vast heerlijk. Er komt iemand aan. We moeten hem wegjagen. Snel. Wacht eens. Dus jullie zijn die beruchte enge spoken waar iedereen het over had. Ja. Eens kijken wat de molenaar erop te zeggen heeft. Meneer Sluuk. Ja? Sorry dat ik u stoor, meneer, maar kunt u dit vermalen, zo snel als maar kan? Geef hier. Wat het ook is, mijn machientje kan het aan. Max, als er één moment is waar we geluk nodig hebben, dan is het nu. Hey. Max en Moritz? Mijn molen! Hey, niet verdrietig zijn, ik doe altijd dit geluksmuntje! Door dat muntje van jou zijn we toch nog aan die molen ontsnapt! Ja, en we hebben ook nog de lekkerste koekjes voor Moetie! Kom op, dan gaan we naar huis! We zijn thuis, Moetie. Hallo, jongens. We hebben je favoriete koekjes. Gekocht. Nou, zie je nou wel dat jullie ook eens iets simpels op de niet-stoute manier kunnen doen? Goed gedaan. Och, het was niks. Maar, mag ik nu mijn geld terug? Ah!